weer bij onze nieuwe vlog. En vandaag zit ik op de fiets. Kijk, en dit zijn Roseline en Lynn op haar fietsjes te bevorderen. Nou, leuk. Doei. Bij Borbo, het kantoor. Hi, hallo. Sterling, hi. Hi. Sterling, hi. Roseline. Take one. Oké, okay, vandaag zijn we met... Mia. Eddie. En wat gaan we doen? We gaan het hebben over economie. Yeah. Yeah. Let's go. Okay, maar we hebben slecht nieuws, want dit is de laatste vlog. Een sticker gekregen. Kijk, bekijk mijn sticker. Kijk, mooi hè? En daar staat, dat staat op visitor. Dat. Wij heten een puntje. We zijn nu in de gallery van Forbo. Nee, hier hangen dus bepaalde vloeren. We zijn dus bezig met een nieuw economisch beleid. En Gerry en Jolanda zitten ten eerste alle twee in het bestuur van de ondernemend Koevoer, dat is de ondernemersvereniging. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe jullie het zien. Van, wat weten jullie eigenlijk van wat er mogelijk is bij bedrijven hier in Koevoer? Slim, wat zou jij in Koevoer willen gaan doen? Nou oké, eerst ga ik studeren in Utrecht, denk ik. En daarna wil ik wil nog wel rond de wereld reizen terugkomen. Maar ik denk ook dat sowieso veel mensen eigenlijk wel terug zou gaan komen. Nou, ik wil graag geneeskunde studeren en dan wil ik graag hersenchirurg worden. Maar dat kan natuurlijk niet in Koevoorde. Dus ik ben niet van plan om hier in Koevoorde te gaan werken, maar ik wil wel dichtbij blijven omdat mijn ouders hier ook wonen. En jij? In ieder geval, ik wil chirurg worden, maar ik wil ook nog wel gaan reizen en dingen ontdekken en zo. En ik wil graag wel in het buitenland wonen. Later. Maar moet je dan voor... Oh. Moet je dan voor als je bijvoorbeeld hier wil werken, moet je ook een bepaalde studie volgen? Of kan dat gewoon, kan je gewoon solliciteren, maakt het niet uit wat voor studie je hebt gedaan? Nou ja, je moet, als je een richting kiest, dan moet je daar wel natuurlijk een diploma voor halen om ook daar je werk in te kunnen vinden. Dus je hebt het op een lager niveau, een middelmaat niveau, hè, dus mbo, hbo. En we hebben zelfs universitaire opleidingen of functies die op universitaire opleidingen zitten. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Je kan altijd bij Forbo werken. Als je het zo wil zeggen, ja, dat kan. We hebben altijd wel een plekje voor je. Ik heb een geneeskundestudie gedaan voor hersenchirurg. En dan ben ik wel een keer klaar mee. Mag ik hier? Nee. Mag ik hier? In de CV. Ik wil denk ik mijn eigen bedrijf. Nou, hier zit een eigenaar. Vraag hem. Ja. Hoe doe je dat? Ja, hoe begin je een eigen bedrijf? Ja, dus als je daar, hoe je dat voor jezelf wil beginnen, zijn sommige mensen beginnen voor zichzelf eerst alleen te werken en vervolgens op een gegeven moment als het goed gaat, dan nemen ze er één personeelslid bij aan en dan groeit dat door tot een heel groot bedrijf. Dus, maar je moet wel weten wat je wilt. En je kunt er ook voor kiezen dat je zegt van ik heb een grote zak met geld. Ja, dus op een gegeven moment van, en ik neem die zak met geld mee en je zegt van Gerry, hier ben ik, ik neem je bedrijf over. Heb jij een zak geld, heb ik jouw bedrijf. Dat is ook weer ook ondernemen natuurlijk. Dat doet me echt denken aan Monopoly. soms wel heel veel stress. Nou ja, ik niet. Ik heb daar zelf niet zo heel veel last van. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat wel hebben. Maar ik denk, als je veel last van stress hebt, moet je niet voor jezelf beginnen. Nee. Die tip zou ik aan mensen geven. Als je het werk niet los kan laten, dus als je er inderdaad maar 24 uur per dag echt mee bezig bent. Dat je s'nachts wakker van gaat liggen, dan kun je er maar beter mee stoppen. Wat is nou het allerleukste in ondernemen, G? Ik vind de vrijheid. Ja. De vrijheid. En als het goed gaat, verdien je ook goed. Ja. Ja. Ik zeg, we hebben het eigenlijk over economie, hè? Dus het gaat eigenlijk over werken, zeg maar, en mogelijkheden hier in de regio. Maar er is natuurlijk meer dan alleen maar werken. Als je dan in jullie kijkt en naar deze regio, hè, zoals hier Zuidoost-Drenthe, wat missen jullie hier eigenlijk? En ik bedoel niet met werk, maar even meer gericht op het wonen en welzijn. Veel winkels. Ja. Winkels? Ja. Horeca? Horeca. Ja. Leuk dat jullie gekeken hebben naar onze vlog. Laatste vlog. Doei. En onze laatste vlog. Doe nog een duimpje omhoog. Abonneer nog even. Adios. Doei.